Beste kijkers, 25 april, hoogtijd voor een nieuwe BNP Paribas Turbo aanbeveling in samenwerking met de aandeelhouder. En ik neem u daartoe mee naar de daggrafiek van ABN AMRO. Eerst maar even de eenvoudige weergave, u weet dat is de bar chart. En daar zien we dat er vandaag in het huidige berengeweld een goede strijd wordt gestreden door de bulls bij de SMA-lijn. Ze doen goede pogingen om een bar chart te plaatsen op de SMA-lijn, die zo'n beetje rond 11.40 in het veld ligt. Ik heb nog een extra stippenlijntje ingetekend om aan te geven dat ook het motto oude weerstand wordt nieuwe steun valide is. En dus een dappere poging om toch weer noordwaarts op te stomen richting het eerste rode streepje op 12.10 en als het lukt om die lijn te slechten, dan komt er zelfs ruimte vrij tot aan de 15 zone. En u ziet aan de groene balk dat dat een aanzienlijk opwaarts potentieel behelst. Maar zoals gezegd, eerst maar eens op proberen te stomen naar het rode streepje. Onderin het veld, altijd ook belangrijk om te kijken wat daar gaande is, is er ruimte tot aan 11 ongeveer daaronder, dan kunnen de bulls het weer vergeten en mogen de beren het weer gaan proberen. Dat betekent samenvattend een poging om te bodemen op de plek waar je dat mag verwachten en als opmaat voor een hervatting, zo u wilt, van de korte termijn uptrend. Als ik dan ook ons eigen model er even bij pak met wat meer informatie, dan zien we dat vandaag een poging wordt gedaan om een witte candle te plaatsen. De swingteller naar een plus 4 standje en uiteraard dezelfde rode en groene strepen onderin het veld. De RSI die nipt boven de 50 lijn beweegt en ook niet onbelangrijk de DBS indicator, oftewel de dashboard status indicator, die laat een groen staafje zien. Maar nog niet echt helemaal met een coachingstip. Dus hou eventjes toch de vinger aan de pols, mede ook gelet op het berengeweld om ons heen. Als u mee wilt doen met de bulls, dan adviseren wij u de volgende BNP Paribas Turbo Long, namelijk ABN AMRO Bank Turbo Long 9.46 met een hefboom van 4.15 en u ziet daar ook de ISIN code, zodat u die makkelijk kunt opzoeken. Ik wens u veel succes als u de ABN AMRO bulls een handje gaat helpen.